Hier gaat het allemaal gebeuren, de halve finale van Idols. Zoals je ziet zijn ze achter mij al volledig aan het oefenen, want ze willen natuurlijk alles geven tijdens de halve finale. En ik neem jullie mee naar de voorbereidingen. Marie-Sophie bespreekt met alle kandidaten de perfecte look voor de halve finale. En volgens mij is ze al druk bezig. Hallo, wat leuk om jullie weer te zien. Hoe is het? Goed. Wat had jij een vette videoclip? Dank je wel. Vond je het zelf ook? Ja, ik ben er heel blij mee. Shout out to my ex, you're really quite the man. You make my heart break and the mini who I am. Ik vond het super vet. En ik zat echt me te bedenken, dit is natuurlijk echt de ultieme shout-out to your ex. Zeker waar. Want je hebt een ex, toch? Ja. Het is wel gebaseerd daarop geweest en die woensdag toen de videoclip uitkwam, heeft hij me overal geblokkeerd. Dus het was voor mij wel duidelijk dat hij was overgekomen, echt? Zeg maar. Oh, wat erg. Ja. Vind je dat helemaal niet erg? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, we gaan nu door naar de halve finales. Ik wou net zeggen, we gaan even lekker make-uppen vandaag. Ja. Wat voor nummer ga jij doen? Ik ga een Rihanna mashup doen. Oké. Van Don't Stop the Music en Only Girl. Wat voor look heb je daarbij bedacht, Marie-Sophie? Nou ja, dat moet natuurlijk een super coole look worden. Een echte stage make-up ga ik aanbrengen. Met koper goudkleurige ogen. En een hele speciale blush techniek. En daar ga ik je zo meer over vertellen. Nou, we gaan beginnen met de basis. En daarvoor gebruik ik de Miracle Match Foundation. Want deze sluit heel mooi aan op je eigen huidskleur. En heeft een natuurlijke finish. Ik hoor dat ze al bezig zijn. Ik hoor het ook. Ja. Spannend. Word je al zenuwachtig als je dit hoort? Nee hoor. Ik heb alleen maar zin in. Nou, ik gebruik voor Jalin op haar ogen de Masterpiece Nude Palettes. En dit zijn allemaal mooie neutrale en opvallende tinten. Met matte en shimmerkleuren. Dus daar kun je echt eindeloos mee experimenteren. En dat gaan we dan ook doen. Want ik gebruik namelijk één kleur uit deze Masterpiece Nude Palette. En één kleur uit deze. En dan begin ik met een koperkleur. Want die breng ik aan op haar bewegend ooglid. En daarna vaag ik hem uit met een kwastje. Nou, en nu breng ik met mijn vingertop de gouden kleur aan. En die druk ik op de oogbolling. En dat vangt het licht. Dus dan krijg je een heel mooi highlight effect op het podium. Nou, we gaan de ogen afmaken met de Voluptuous False Lash Effect Mascara. Nou, deze heeft een speciaal gevormde borstel met vinnen. En hiermee kan ik dus die wimpers echt omhoog liften en volume geven. Mooi hoor. Wat is de volgende stap? Oké, wat we nu gaan doen is de blush aanbrengen. En dat doe ik met de nieuwe draping techniek. Dat is namelijk het opbouwen van blushes in verschillende kleuren met verschillende vormen. Dus laagje voor laagje. En daarmee eigenlijk een driedimensionaal effect wil bereiken. Ik begin met de Crème Puff Blush. En dit is de Lovely Pink. En dat is de lichtste kleur met een mooie sparkle erin. En daarmee ga ik volume opbouwen op de wangen. En nu ga ik de kleur Alluring Rose gebruiken. Dit is een peachachtige kleur. En die zet ik op de appeltjes van de wangen om die wangen te laten poppen. Ik ga even lachen. Zie je, dan kan ik het hoogste punt bepalen. Dat is hier. Oh ja. En dan ga ik heel zachtjes met die blush heel lichtjes de huid aanraken. Laatste stap van de draping techniek. Ik ga nu de bronzer aanbrengen, want hiermee wil ik diepte creëren. Okay. Dus ik ga schaduwvlakken creëren, waardoor je echt natuurlijk dat driedimensionale effect krijgt. Nou, volgens mij ben je bijna klaar. Ja, alleen nog de lipstick. En hiervoor gebruik ik de geliefde Lipfinity Lip Color. Okay. En deze breng je aan in 2 stappen en blijft tot 24 uur zitten. En ik gebruik bij Jalin de kleur Indulgent, want dit geeft een beetje een nude kleur bij haar. Dus dan is ze niet te opvallend en dan past die helemaal bij de rest van de look. En die topcoat die maakt hem weer flexibel en die geeft een hele mooie glans. Jalin, het is tijd voor de spiegel. Spannend. Oh, wauw, wat mooi. Maar ik vind ook echt dat je eruit ziet als een artiest. Oh, wat lief. Dankjewel. Dus denk je dat je zo meteen nog zelfverzekerder op het podium staat? Nu helemaal. Ik ga dus jullie wegblazen. Sowieso. Afgesproken.